Goedemorgen, welkom bij een vlog. Je denkt niet, nou vrouw, je was net gestopt met vloggen en dat klopt. Maar ik wil nog wel af en toe video's blijven maken en gewoon vooral als ik inspiratie heb. En wij gaan nu een weekendje weg en dat leek me wel heel leuk om te filmen. Wij werden gisteren gebeld door het hotel. We gaan slapen in Rotterdam en dit is mijn verjaardagscadeautje. Van Sven, omdat het laatste weekendje dat wij weg zijn geweest, ik ziek op bed heb gelegen met longontsteking. Dus dit was een... we gaan het even overdoen. En we hebben dit denk ik een dag of twee voor de nieuwe maatregelen geboekt. En eerst was nog het verhaal dat Rotterdam, Den Haag en Amsterdam op slot zeg maar zouden gaan. Dus we dachten, nou daar gaat ons weekendje. Maar goed, dat gebeurde niet. En in feite is het een beetje hetzelfde als de situatie in Utrecht. Dus ja, weet je, we gaan gewoon, het is gewoon open. En we kunnen dus ook niet, in principe niet, niet cancelen. En toen werd ik gisteren gebeld door het hotel. Dat we hadden geboekt in een 4-sterren hotel. En we zijn nu geüpgrade naar het naastgelegen 5-sterren hotel. Nou, dat was toch een feest. Nog nooit in een 5-sterren hotel geweest, dus dat wordt the first. Ik heb nog mijn jongbroek aan, doe wel deze trui en dan dit rokje. Ik ga nu even het laatste spulletje in de koffer doen. Ik dacht misschien maak ik daar ook nog wel een apart videootje over. Tuurlijk, mijn nagel breekt. Dus ik ga eventjes de spulletjes inpakken. Mijn schoonouders die logeren in ons huis, zeg maar, met de kids. Niels heeft vandaag schoolreisje, superleuk. Maar goed, wij gaan dus een weekendje weg en ik neem jullie mee. Daar gaan we. Je ziet ons lachen. Wij zijn er. Dit is onze fantastische kamer. Dit is ook een... Oh, gefeest in mijn verjaardag. Nou, kijk nou eens. Met een partyduck erbij. Wat cool. En een hele grote badkamer. Wow. Oh, met scrubzout. Kussentje. Ah, super mooi. Er zit zelfs een tv in het scherm. Ik vind het bed wel heel vet. We hebben zelfs nog een toilet. Ja, hier kantoor. Kun jij lekker hier werk doen? Kasten. Dan hier. Een apart toilet. Nice. Kortom, wij zijn er. Dit is trouwens mijn outfitje. Dit is een rokje van de Zara. En deze trui is van Pieces of zoiets. Via Leekamp. En deze schoenen zijn van Sasha. En dan nu gaan we lekker shoppen. Daar is de honeymoon shop. Daar heb ik mijn eerste trouwjurken gepast. Wij hebben net heerlijk in de sauna gezeten. Het duurde even voordat we door hadden hoe je aan moest. Maar... En nu ben ik al terug, maar omdat we hem pas laat aan hadden, bleef zo zitten, waren toch geen andere mensen. Maar je hebt zeg maar eigenlijk steeds een tijdvak. Maar ja, er was niemand, dus zult je nou, ik blijf nog even zitten. Want die vrouw had op een gegeven moment geholpen met hoe die aan moest. Zonder geen instructies bij. En nu ga ik me gewoon lekker een beetje tutten. Ik heb net even gedoucht. Ik vind dat zo heerlijk als er badjas en zo bij zitten. Ik heb net een of andere crème opgesmeerd. Ik heb gewoon altijd proefjes en zo mee naar dit soort dingen. Zoals de vraag ook op reageert. Dit is de Nuxe Crème Fraîche de Beauté. Waar is mijn Frans gebleven? Ik weet het niet. In ieder geval, het ruikt nogal natuurlijk. En ik dacht dat ik nog een nieuwe Healthy Glow van Charlotte Tilbury had. Maar deze is al open geweest. Dus ik weet niet of er nog wat in zit. Maar ik ga het even proberen. En dan ga ik hier heerlijk even zitten. Eten. Leuke graffiti. Vandaag houden we het simpel bij van piano, hoe ik eruit zou gaan houden. En morgen gaan we kijken of we bij de matroos en het meisje, schijnt heel leuk te zijn, of we daar kunnen eten. En lunchen kregen we ook nog een tip. Ik weet niet hoe het heet, maar... daar gaan we dan misschien morgen lunchen. Wij gaan lekker eten. Ons eerste deel van het hoofdgerecht.
We hebben er dus nog een pasta bij besteld. Omdat we eigenlijk nooit samen pasta hebben gegeten. Be hungry. Ja, dan. Ja, daar gaat het, man. Niet dat we nog in mijn buik passen, maar daar gaan we van. Bij het ontbijt is het hier dus wel een buffet, maar alles is gewoon netjes verpakt en zo. Goedemorgen. Wij gaan lekker ontbijten, dat is net schoons gemaakt. Ja, dit is heel leuk. Dit is dus zo'n hagelslag met kaneel. Nom nom nom. We zitten dus heerlijk te ontbijten. De zon schijnt nog, maar het schijnt vreselijk weer te worden vandaag. Want wij gaan lekker winkelen en sporten en in de sauna en aan het eten. Dus maakt het ons allemaal uit. Het zit dus allemaal van die aparte bakjes, wat natuurlijk super goed is in het kader van corona. Maar het is natuurlijk wel enorme plastic verspilling. Maar goed, dus kiezen tussen twee kwaden op dit moment, denk ik. Ga ik dus een yoghurtje maken met dit, dit en dit. Wij gaan winkelen, dit is mijn outfitje. Deze broek is van Stradivarius. Deze trui heb ik gisteren gekocht bij Koopman, weet dat? Ja. Jas is oud van Primark. De schoenen zijn van Reebok. En wij gaan nu lekker winkelen. En vanavond eten bij Loetje. We hadden wat ideeën, maar heel veel was al vol. Loetje eigenlijk ook, behalve om 8:30. Dus we gaan om 8:30 eten. Rijkelijk laat, maar goed. Nou, we gaan lekker. De zon schijnt nu nog, het schijnt geen. Je had het populu mee, toch, lief? Oké. Okay. We zijn bij de boer. En ik pas aan heftig, heftig licht. Deze trui. Heel lekker zacht. Maar niet kribbelig, niet veel belangrijk. Nou, dit was een probeersel, maar laten we zeggen dat dit niet helemaal mij is. Nee, goed. Ik probeer iets anders eventjes. Wij gaan even de markthal in. Als je me slecht hoort praten, komt het dus door het mondkapje. Klinkt een beetje tof. We gaan lekker lunchen. We delen een linzensoepje en een salade. Ik weet niet meer wat het. Oh ja, dat was een vegan kapsel. Bij sla zit. Een beetje vitamine erin voordat we die biefstuk erin gaan hakken. Wij zijn weer in het hotel. Wat je hoort is het bad. Sven is gaan sporten. Ik wilde eigenlijk ook gaan sporten, maar we hebben al zoveel gelopen. En we gaan straks ook nog een stuk lopen naar het restaurant. Ik dacht, ja, naar het restaurant. Dus ik heb lekker make-up eraf gehaald. Ik ga nu lekker badderen en dan gaan we daarna de sauna in. We hebben eigenlijk, het heeft vooral Sven ingekocht. Ik heb alleen maar vandaag die grijze trui gekocht. En ik heb gisteren dus deze gekocht. En nog een zwarte trui, ook bij Koopman. Gewoon een sweater met clean erop. En ja, Sven heeft vooral gekocht. Ik heb hier niet mee vermoeid. Ik moet even kijken, want ik moet zo meteen de Whirlpool functie aanzetten. Even kijken hoe dat precies werkt. Maar ik zal ook nog even laten zien wat ik voor de kids heb gekocht. Dit jurkje van de Zara voor Elin, van een heel lekker sweaterstofje. Voor Niels dit leuke blouseje, ook van de Zara. En nog een spijker. Een spijkerblouseje ook voor hem. En voor Elin nog een leggingje met gouden stipjes. Dus dat. Sven's itemtje hier ook allemaal. Onze snackbar staat hier ook. Die hebben we een pepernoot. Of twee. Hier staan instructies. Minimaal 50% van de normale temperatuur. Oké. Okay. Nou, gaan we meewerken. Heerlijk in bad gezeten en nu zit ik lekker Love Island te kijken totdat Sven me als het goed is zo komt ophalen om naar de sauna te gaan. Dus heel ontspannen, heel moe. Ik heb hier zo meteen een colaatje staan, omdat we natuurlijk pas om 8:30 gaan eten. Dacht ik, nou, die kan ik denk wel even gebruiken na de sauna. Toen heb ik even ook mijn haar zo gaan wassen, het is al een paar keer een beetje verregen. Maar goed, ik denk dat ik gewoon de krultang ingooi en dat ik het wel weer mooi vind.
Als jullie trouwens nog leuke tips hebben, laat het even weten hieronder. Wat zijn jouw Netflix of Videoland tips? Behalve natuurlijk dat Temptation Island weer aankomt. Maar ja, Netflix en Videoland, dat is waar je me blij mee maakt. Dus laat maar weten. Ik kom net uit de sauna, was echt heerlijk. Ik had mijn camera meegenomen, omdat gisteren was er niemand. Dus ik denk, er stond wel 8 personen, maar ik dacht misschien doen ze dat toch niet. Gaan ze gewoon per setje. Maar nu waren er wel meer mensen, dus ik dacht, ja, dat vind ik dan toch niet zo netjes om te filmen. Maar ik heb lekker baantjes getrokken en lekker in de sauna gezeten, zoals je aan mijn hoofd ziet. En Sven die kan het altijd veel langer en die vindt het ook veel langer lekker. Die ging nu nog een rondje. En als ik dat doe, dan kan je me opvegen. Dan gaan we nergens meer mee vanavond. Dus ik ga nu lekker tutten bellen en lekker douchen en zo. Ik ga niet mijn haar wassen, want het regent echt pijpenstelen. Dus dat doe ik lekker morgen. Of maandag, whatever. Dus ik ga nu lekker douchen. En dan ga ik lekker met een colaatje en een chipje of een pepernootje me opmaken. En niet op de kleren focussen. Sven heeft even zijn kleding uitgestald. Oh jongens, ik heb nog in mijn toilet. Dus ik gooi altijd allemaal minis erin. En dan gebruik ik die, zeg maar, wat ik al eerder zei. En ik heb nu nog het Deep Cleansing Mask van Omorphicia of zoiets. Ik heb geen idee, maar ik moet het 15 tot 20 minuten op mijn gezicht laten zitten. Het lijkt me fantastisch, dus dat ga ik doen. Ik kan je echt nergens neerzetten hier. Op een beetje fatsoenlijke hoogte. Dus jullie zien zo het resultaat. Nou, het zit erop, het prikt eventjes, maar nu gaat het wel. We gaan uit eten, dit is mijn look. Jurkje van My Jewelry, schoenen van Sasha. We moeten de Erasmusbrug over en dan is Sven even de route aan het zoeken. Waar we ongeveer heen moeten. Een klein beetje last voor mijn voeten. Oh, het glittert helemaal hier. Dus ja, in de zin, een stukje biefstuk. Of, ik zag dat ze ook een patatje rendang hadden. Erg lekker. Even kijken wat het wordt. Oh, daar staat al een bord. Loetje naar rechts. Ja, dat is zover was ik ook al. Dat is zover was ik zelfs. Ik heb een nieuwe telefoon en mijn heeft blijkbaar een hele mooie nachtstand. Zo net een soort mistige foto van vaaglijk lampjes op de achtergrond. En ik heb een hele mooie foto, dus die mag die wel van mij. Nou, daar zitten we. Blesch. Eet smakelijk. Ja, toetjes thuis. Nom 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 nom. Goedemorgen, het is zondag en Sven is al de deur uit, want die loopt een soort van de virtuele marathon, volgens wel. Nou, niet een marathon, een kwartmarathon. Hij heeft ook wel eens een halve marathon van Rotterdam gelopen, volgens mij. Of heeft hij hier de hele? Heeft hij nou de hele marathon gelopen? Amsterdam. Goed, moest even nadenken. Maar goed, hij loopt dus nu 10 kilometer en dat doen ze... Wat ik begrijp, zeg maar virtueel. Dus je loopt met oorschap en dat doen ze dan volgens mij door het hele land. Omdat natuurlijk al die lopen zeg maar niet doorgaan. En nou ja, hij had zich bijvoorbeeld voor van alles ingeschreven. Het gaat allemaal niet door. Dus nu gaat hij dat lopen. En dan, ik begreep dat je dan gewoon het parcours doet. En dat je dan zeg maar, nou ja, dingen te horen krijgt over de route die je loopt. Maar je hoort ook soms juichende mensen. En muziekjes en ik weet het al niet. Dus dat is hij nu aan het doen. Maar het regent verschrikkelijk. Dus ik weet niet hoe we die natte derry zo meteen allemaal mee gaan nemen. Maar goed, dat is vers 2. Ik heb me lekker gedoucht. Mijn haren gewassen. Ik ga me nu even lekker opmaken. Onder het slot van een pakje chocomel. En een Love Island. Dus dat gaan we doen. Vandaag wilden we eventjes naar de Primark gaan. Maar goed, het hangt wel een beetje van het weer af. En dan gaan we daarna weer lekker naar de kids toe. Ik heb trouwens gisteravond toen we thuis kwamen op Wie is de Mol teruggekeken. Want ik dacht, ja, anders krijg ik straks allemaal, zie ik zeg maar, kan ik de hele sociale media niet op. Omdat er allemaal spoilers zijn voor mij. Dus dat heb ik nog eventjes teruggekeken. En daarna ben ik lekker gaan slapen. Ik ben niet zo eerder gaan slapen, want ik dacht natuurlijk, ik moet gewoon doen vandaag. Dus nou ja, we gaan opmaken.
Nou, dit is het geworden. Ik heb gewoon lekker zitten tutten, zeg maar. Dus dan zit ik ook helemaal niet. Normaal, als ik me opmaak 's ochtends, dan ben ik ondertussen aan het ontbijten en met de kinderen bezig. En zeg maar, het hele circus. Dan smash ik het er in een paar minuten op. En als ik de tijd heb, dan ga ik er heerlijk voor zitten. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Het is hartstikke donker hier. Het regent verschrikkelijk. Ik weet niet hoe veel plezier Sven hier aan beleeft, want hij houdt niet zo erg van hardlopen in de regen. Maar goed, ik heb daar wel zeg maar, van die lichten in de spiegel, maar die zijn weer ook zo super onnatuurlijk fel. En hier is het gewoon donker. Dus nou, ik weet niet hoe ik eruit zie. Misschien ben ik een klauw. Goed, ik zit ondertussen lekker lap uit te kijken. Maar ik ga nu eerst even mijn haar kammen, want voordat ik dat droog heb. Kijk hoe laat het is, want we gaan om 9 uur ontbijten. Het is 8:30. Oh. We hebben net lekker ontbeten. En het is heel bizar. Mijn video is net online gekomen dat ik vertel dat ik niet meer ga vloggen. En hier ben ik aan het vloggen, maar zeg maar niet meer mijn wekelijkse vlogs. Dat ik het sowieso even allemaal niet weet. En daar heb ik hier natuurlijk ook best wel veel over nagedacht. Maar goed, ik weet het nog steeds niet. Ik heb nog een paar video-ideetjes die ik sowieso nog ga doen. En ja, dan weet ik het gewoon even niet. Maar ik wilde ook even kijken hoe het weer voelde om andere video's op te nemen. Maar ik dacht, dit weekend vind ik wel echt leuk om te vloggen. Maar het is zo bijzonder om al die reacties te zien. Ik weet dat heel veel mensen zijn die me altijd stil hebben gevolgd. Dat weet ik. En dat heb ik volgens mij ook al in die video gezegd. En die eigenlijk nooit iets van zich laten horen. En die dan nu toch, hetzij onder de video of via Instagram, toch een berichtje achterlaten. En dat vind ik zo lief. En het maakt de keuze zo lastig. Want ik ben zelf ook een stille volger. Weet je, ik reageer ook nooit op vlogs. Maar ik ben ook een trouwkijker van een aantal mensen. En ja, het is toch heel bijzonder. En het maakt de keuze extra lastig. En begin ik weer helemaal te twijfelen. Ook omdat ik het nu dit weekendje gewoon weer leuk vind om te doen. Weet je wel, dat je dacht. Maar goed, wie weet ooit. Of volgende week. Nee, ik ga eerst eventjes wat andere video's doen. En deze dan wel. Maar wat meer bijzondere momentjes. En ja, bijzonder. Maar wel echt mega, mega bedankt voor al jullie lieve reacties. Zo waardevol. En ook gewoon omdat ik niet heel vaak bergen reacties krijg onder mijn wekelijkse vlogs. Maar ik wel weet, als je kijkt, is het wel zo fijn om een keer wat te horen. Dat je denkt van, oh ja, ze zitten er ook echt. Zeg maar. Het zijn niet alleen maar nummertjes op in mijn statistieken. Dus dank jullie wel. Ik heb net een video opgenomen met wat ik allemaal meeneem voor een weekendje weg. Dus als je dat leuk vindt, of hij staat er al aan, of hij komt al aan. Want ik weet niet in welke volgorde ik dit ga doen. En ik heb net eventjes de aflevering van Love Island gezien met het verhaal van Remco. Ik was echt in shock. Ik zal geen spoilers geven, maar ik had er al heel veel over online gezien dat er iets was met Remco. Dus ik was dat steeds aan het wegscrollen, want ik wilde het niet weten, want ik was nog niet bij die aflevering. Maar wauw, wat piep. Nou ja, dus dat was een leuke aflevering. En nu inpakken en dan gaan we naar buiten. Het is droog. Dat in tegenstelling tot Sven's hardloopkleren die echt drijfnat zijn. Mee moeten nemen, op een of andere manier. Maar goed. Ik was wel tweede. Wat zeg je? Hij was wel tweede. Virtueel tweede. Hij dacht eigenlijk eerste. Fucking Pieter. Maar Pieter heeft hem toch nog ingehaald bij de finish. Niet dat we weten wie Pieter is. Maar maakt niet uit. Pieter, jammer. Die touw heeft de laatste kilometer gekost. We zijn uitgecheckt en staan nu op de metro te wachten. En dan moeten we straks niet vergeten onze bagage nog op te halen bij het hotel. Dat zijn we wel eens vergeten, dat is niet zo handig. Wij zitten in de trein. Oh, we zien een beetje stuk. We zitten in de trein. Beste reizigers, het volgende station is Rotterdam Alexander. Het station van Rotterdam Alexander. Dan gaan we lekker de kindjes weer zien, de midders weer zien. De schoonouders. Dus heerlijk. Ook altijd leuk. Van weg zijn geweest is thuiskomen. Ik weet niet of jullie me überhaupt horen. Maar we hebben het heerlijk gehad. We hebben net nog lekker een beetje gesopt. Sven en wat dingen voor de kids. En even geluncht. Het is nu 15:42. Dus we zijn
tegen half vier. Half vier, wow. Tegen half vijf thuis. Dus dat is helemaal goed. Wij zijn weer thuis. Mijn ogen zijn een beetje rood. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Maar ik heb gewoon lekker met de kindjes geknuffeld en gekletst. Hun verhalen van het weekend en van Niels' schoolreisje. En, nou, hartstikke leuk. En nu lekker make-upje eraf. Huispakje aan. En zo nog even bed opmaken. En dan is het klaar voor vandaag. Dus ja, daarmee ga ik ook mijn weekendvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ja, ik heb geen idee. Nou, er komt sowieso nog een video met wat er in mijn koffer zat, wat ik mee had. En er komen ongetwijfeld nog wat andere video's. Maar goed, ik hou me gewoon even niet aan een schema of iets. Het komt vanzelf. En ja, ik ga er gewoon even de komende tijd over nadenken hoe of wat. Dus ja, ik hoop dat jullie daar een beetje nou ja, begrip voor hebben en een beetje geduld met me hebben. In ieder geval onwijs bedankt nogmaals voor alle lieve reacties op mijn vlog die vandaag online is gekomen. Ik weet niet wanneer jullie dit zien, maar natuurlijk niet vandaag. Ja, nogmaals super bedankt. Echt heel lief en waardevol. En ja, tot snel. Super bedankt voor het kijken. Doeg!